We hebben lang genoeg gewacht. We zien nog steeds geen perspectief vanuit de overheid. Dus wij pakken het nu zelf. Nu hebben we een ludieke actie. Vandaag zitten de poppen. Volgende week zitten er gewoon echte gasten. Maar wij zijn het gewoon echt zat. We zijn klaar. Het is 2:12. En we willen open. Ja, dat vond ik wel echt pittig. Ja. Ook, en kon je dat een beetje... Dan gaan we dat eventjes regelen, dan komt het helemaal goed. Ik herhaal het in het Engels voor mijn collega, sorry. 2.5 months, yeah, like 10 weeks. Yeah, it was quite a hustle to get through it, but we did it. So, yeah, I'm very happy, yeah. Because we also have to pay rent, just like any other person who works. So why can everybody work except us? And who is going to pay our rent? Because we can't have any financial support from anyone, anything. And yeah, we just have to save ourselves. We can actually get creative and not touch a client. Like, I'm a dominatrix. I don't even have to lay a finger on him to do something nice. You can get really creative with it. I hope it speaks to the imagination. I can insult people from a distance. Like, and I have whips that are longer than scissors for cutting bangs. So I'll be fine. My name is David, I work for Radley. I follow you on Twitter, so... Oh, great, cool. May I have... Oh, that's so amazing. Wij ook het vertrouwen willen geven. Het kan wel in het debat. Ja. Ik begrijp hun frustratie. Ik denk wij allemaal begrijpen die heel goed. En ja, toch kan dat nu nog niet. Ja. Zo is het.